Nou, welkom bij Jeu. Jeu is de eerste boelbarde van Utrecht. Ik ben Roy en ik ben een van de mensen die het bedacht heeft. En jullie zijn vandaag op de eerste dag dat we open zijn. Jeu is de eerste indoor boelbaan van Utrecht. We hebben 11 binnenbanen en we hebben 2 buitenbanen. Mensen kunnen hier gewoon een leuk potje komen met Jeu de Boele. Maar we hebben ook een tribune waar mensen kunnen kijken of dat, de rest er iets van bakt. Een beetje leedvermaak. We hebben een leuke bar. We denken dat er heel veel mensen blijven borrelen. Het leukste als mensen blijven eten. En dat zijn we nu aan het openen. Oktober 2018. En als dit een succes is, zullen er nog vele volgen. We hebben samen met Beuk hebben een keuken ontwikkeld. Die we in principe op rustige momenten met 1 persoon kunnen handelen. We werken als eerste locatie ook met een systeem waardoor geen bonnen meer in de keuken aanwezig zijn. En hebben alles zo neergezet dat vanuit 1 persoon met een open keuken de hele zaak ook te overzien is. En waarin Beuk me goed geholpen heeft, is om te kijken welke apparatuur op de juiste plek zitten, zodat de persoon die werkt in de keuken zo min mogelijk vierkante meters nodig heeft. En dat is goed gelukt. We hebben de bar als ware ingericht dat die om de keuken heen valt. We hebben een relatief kleine koude kant met een grote warme kant. Centraal in de keuken staan een oven, een frituur, een bakplaat en aan de andere zijde staat een kippengril, omdat wij vinden dat als je de keuken inkijkt moet er ook iets te zien zijn. En dat hebben we met een kippengril gedaan, zodat veel mensen lekker kippetje komen eten als dat ze zijn met Jeu de Boele. Ik ben Beuk heel erg blij met ze, want ik heb volgens mij al 4 keer heb ik de keuken gewijzigd, horizontaal gespiegeld, 180 graden, de pas weer aan de andere kant. Uiteindelijk hebben zij met de beperkte mogelijkheden die we hadden met een aantal vierkante meters en waar inmiddels al de stroom en het water aansluitpunten zijn, hebben ze heel goed meegedacht. Ik ben ook zeer te spreken over de jongens die het hebben geïnstalleerd. Die zijn al 3 keer terug moeten komen omdat ik een aantal dingen niet geregeld had. Dus alleen maar chapeau.